Angela Groothuizen. Martijn Krabbe. Jij hebt zelf ook ervaring met de filmindustrie. Zal ik daarover beginnen vanavond? Van mij mag het, ja. De Dolly Dots waren in 1987 op het witte doek te zien in de film Dutch Treat. Wat was dat voor cinematografisch meesterwerk? Nou, wat zal ik zeggen? Ik heb betere films gezien, maar ik heb enorm veel plezier beleefd. Want wie maakt het nou mee om een paar maanden met je beste vriendinnen in Hollywood te zitten? En dat heb ik allemaal maar meegemaakt. En ik heb vreselijk gelachen tijdens het maken. Maar ik heb wel meer films gemaakt, hè? Oh ja? Ja, ik heb ook nog in, ik heb ook nog in bed gelegen met Burt Reynolds. Is dit een film voor na 12, hè? Nee, helemaal niet allemaal. Ook niet zo'n beste film, maar dat maakt allemaal niet uit. We houden van films. We gaan het over Jaap gaan we het hebben. Ja, laten we het hebben over Jaap. Ja, we gaan het over Jaap en mensen, ja. Hij gaat een titel zingen die we kennen van de film Batman Forever. Wat kunnen we nog verwachten van Jaap vanavond? Wat hebben we al veel gezien? We hebben al zo heel veel gezien. En we dachten, we gaan een... ik vond het best nog lastig, zo'n movie nights. Maar hij zei heel snel, mijn favoriete zanger heeft een movie track gezongen. En dat is van Seal. Kiss from a Rose. Hier is Jaap. Zelfs als je X Factor niet zou winnen, dan word jij denk ik een van Nederlands grootste zangers. Ik vind het heel leuk dat mensen positief zijn en dat ze ervan genieten. Ik heb vrijdag ook een sms gekregen van Marco Borsato. Dus dat was natuurlijk wel helemaal te gek. Die gaf me complimenten. Had hij ook op zijn Twitter gezet. Nou, natuurlijk, dan ben je wel even heel blij en ga je helemaal uit je dak. Maar dan de dag daarna ben ik weer even rustig en concentreer ik me weer op het volgende optreden. Baby! We hebben in Nederland helemaal niet heel veel echt goede zangers. Het zou zo mooi zijn als we weer eens zo'n topzanger erbij zouden hebben. En Jaap heeft dat in zich. Het is elke week goed wat hij doet. Wat kan ik je nou nog meegeven? Gewoon alles eruit halen wat erin zit. Ik ben fan van Jaap. Yes. Ja, hè? Ja. Je moet aan Jaap ook niet te veel rommelen. Laat Jaap hier maar gewoon lekker zingen. Voor mij op de tribune zit eigenlijk bijna altijd mijn familie, waaronder mijn vriendin. Mijn vriendin is nu nog gelukkig nog in het land. Want ze zou eigenlijk al een week geleden vertrokken zijn naar Curaçao. Want daar gaat ze stage lopen een aantal maanden. Nu door de aswolk hebben we de vlucht kunnen omboeken naar 9 mei. Dus dan is er dus nog één liveshow bij. En dat dit de laatste keer is, ja, dat maakt het natuurlijk wel een beetje dramatisch. Maar dat is misschien ook wel mooi voor het gevoel van het liedje. Dus ik leg al mijn gevoel erin en ik zing het voor haar. Hier is Jaap. There used to be a grand tower alone on the sea. And you became the light on the dark side of me. Did you know that when it snows, my eyes become larger, and the light that you shine can be seen? And baby, I compare you to a kiss from the rose on the green. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. Now that your rose is in bloom, a light hits the moon. So much he can say.